Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vrijdag 24 juni zien we veel wolken boven het oosten van het land. In het midden en westen van het land is de bewolking wat minder actief. Daarom vinden we vanochtend langs de oostgrens een paar buien met onweer. Richting het westen blijft het nagenoeg droog en is af en toe ruimte voor de zon. En vanmiddag vinden we nog steeds diezelfde verdeling. In het westen overwegend droog weer, langs de oostgrens een paar buien met onweer en de temperatuur tussen de 22 en 27 graden. Vanavond klaart het geleidelijk aan van het westen uit op en daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. En morgen is het opnieuw wisselvallig met overwegend veel bewolking. Af en toe komt de zon erbij. In het westen blijft het nagenoeg droog, maar verder landinwaarts valt een enkele bui. En met 20 tot 21 graden is het minder warm dan vandaag. Zondag, maandag en dinsdag blijft het Hollands zomerweer met in de middag 18 tot 21 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. We zien een mix van zon, wolken en dagelijks een bui. Ik ben Diane Woei van Weerplaatsen.nl.